Ik ben Janneke en vandaag ben ik alleen. Leonie is op vakantie. En wat mij betreft helemaal niet nodig, want hier in Zuid-Limburg kun je heel lekker vakantie vieren. Zeker als het zonnig is. De herfst is begonnen, overal herfstkleurtjes. En ik ben vandaag in de Schinveldse Bos. Ik ga deze 5-sterren route wandelen. En dat is voor mij super leuk, want ik heb hier de eerste 4 jaar van mijn leven gewoond. Dus dat is een beetje nostalgie. En ik weet dus ook dat het hier echt prachtig mooi is. En mijn beginpunt is Nonkebuske. Ik ben bij Nonkebuske, maar ik sta helaas voor een gesloten poort. Het ziet er wel heel erg leuk uit, maar hiervoor moet je op zondag terugkomen. Jullie mogen wel even spieken. Nonkebuske is een mini openluchtmuseumpje. Je kunt er ook dingetjes eten en het wordt volledig gedraaid door vrijwilligers. Dus zeker een keer de moeite waard om te bezoeken. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Ik denk in die boom daar. Ik ben tijdens het wandelen deze meneer tegengekomen. En hoe vaak kom je hier? Elke dag. Elke dag? Woon je hier in Schinveld? Ik woon hier in Schinveld, ja. En wat is je favoriete plekje in Schinveldse bossen? Bij de visvijver. Bij de visvijver? Ja. Ik zal eens een kopje koffie drinken en zo wat. Ja. Ah. Ziek, hè? Ja. En die heeft u vanmorgen gevonden hier in het bos? Ja. Ja, we staan hier naast een prachtige paddenstoel. Jo en ik hebben die net gespot. Ik laat hem wel even zien. Aan de Vogelstang. Hier kwam vroeger de plaatselijke schutterij bijeen. Voor u opent zich een authentiek agrarisch cultuurlandschap, de Schinveldse S. Nadat u dwars door de S gelopen bent, komt u aan de bosrand met kruidrijke graslanden die begraasd worden door een zeldzaam oud runderras, de heidekoe. Och, ik ben gewoon bij de Rode Beek. Ze hebben hier een uitkijktoren. Dat vind Janneke wel leuk. Even aan het pauzeren bij de Lier. Ik heb een heerlijk bordje eten voor me. En het wildseizoen is officieel gestart. Dat gaat van oktober tot carnaval. Dus ik ga zo eens even een kijkje in de keuken nemen. Hoi! Mag ik even in de keuken komen kijken? Ja. Wat ben je aan het maken? Ik heb net een bestelling gekregen van de tafel. Wild zwijn en een vleesplankje. Wat is typisch wild? Typisch wild? Nou, wild wat uit de natuur komt. Oké. Okay. Ja, dat is wat geschoten wordt in het bos. Okay. Dat is een typisch wild. Ja. Schieten jullie dat zelf? Nee, daar hebben we een jager voor. Is het lekker? Ja, dat is eigenlijk overheerlijk. Ja. Ik loop op dit moment midden over het Zweegvliegveld. Ik loop op dit moment midden over het Zweegvliegveld van Schinveld. En dat werd al in 1934 voor het eerst gebruikt. En wat wel grappig is om te weten, is dat je hier dus al vanaf je 14e vlieglessen mag nemen. Dus dan zou je eigenlijk op je 16e al kunnen zweefvliegen, terwijl je nog niet eens een rijbewijs hebt dan. Dat is best wel bizar.
Ed, de kok, die heeft een sleutel van de hangar van achter in het zweefvliegveld en die neemt mij even mee om te kijken bij de zweefvliegtuig. Zojuist in het dal van de Rode Beek een bergje opgeklauterd. En het is echt heel bizar, maar hierboven op die berg is een kunstmatig aangelegd meer. Gewoon boven op de berg. Dit heet het Bovenmeer. Zo, ik ben de hele dag in touw geweest. Heerlijk gewandeld in het herfstzonnetje, lekker gegeten. Ja, het heeft me eigenlijk wel verrast hoeveel moois er nog te zien is in Schinveld en hoe groot dit gebied eigenlijk is. Dus ik raad jullie zeker aan om hier eens een keertje te komen wandelen. Wil je nou meer weten over de 5-sterrenroute en de Schinveldse bossen, dan lees je dat allemaal hierboven in de blog. Doei!